Hi allemaal, wat fijn dat jullie weer kijken. Mijn naam is Shishiskia. En ik ben Arishen. En wij zijn blij dat wij de kinderdienst op deze manier mogen openen. De maand december is weer aangekomen. En in deze maand staan wij stil bij een heel speciale gebeurtenis. Wij vieren dat er een koning is geboren voor ons. Hij is onze redder, verlosser en superheld. Zijn naam is Jezus Christus. Ben je er klaar voor? Geniet van de dienst. Oh, hey kinderen, jullie zijn net op tijd. Net ging ik, Jezus en die andere discipelen naar de andere kant van het meer varen. Weet jullie nog de les van vorige week? Ja, toen heeft Jezus mij geholpen om net vol vissen te vangen. En vanop dat moment heb ik besloten om alles wat ik heb achter te laten. En nu volg ik hem overal heen. Nou, voor vandaag ligt ons pootje al klaar. Het lijkt ook mooi weer te worden, dus alles moet wel goed komen. Oh, ik zie dat die andere discipelen al klaar staan en een beetje op me wachten. Dus ik moet zo meteen vandoor gaan. Maar zullen we eerst even bidden? Oké, iedereen handen vouwen, ogen dicht en gaan we samen bidden. Vader God, dank u voor deze dag en dank u voor deze dienst. Dank u voor deze mooie ochtend dat we weer van uw Zoon Jezus Christus kunnen leren. Open onze hart, onze ogen en onze oren, zodat u tot ons kan spreken. En dit bidden we allemaal in de naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou, ik wil dat jullie genieten van deze dienst en heel veel leren. Dus geniet ervan. Ciao.
waar Jezus de storm stilt. Ik kan het echt nergens vinden. Oh, hallo lieve kinderen. Ja, ik ben op zoek. Ik ben op zoek naar het verhaal waar Jezus de storm stilt, maar ik kan het echt nergens vinden. Misschien dat jullie mij kunnen helpen, dan gaat het makkelijker. Ja, laten we samen zoeken. Stond het in Genesis? Even heel terug gaan naar het begin. Genesis. Nee, maar dat kan toch natuurlijk niet. Dat kan helemaal niet. Even denken hoor. Volgens mij stond het in Handelingen. Even gaan. Naar Handelingen. Nee, daar staat het ook niet. Och, ik wil echt weten waar het verhaal staat. Want ik wil echt weten wat er gebeurt. Oh, ik weet het al. Ja, volgens mij staat het in Matteüs. Ik denk dat ik het gevonden heb hoor. Even kijken, Matteüs. Oh nee, wat is er nu gebeurd? Er is licht en alles straalt. Oh, ik moet weg van hier. Wat heb ik nou weer gedaan? Waar ga ik naartoe? Oh jeetje. Maar dit geeft licht, kinderen. Misschien moet ik daarin gaan. Moet ik daarin springen? Ja? Oké, ik ga daarin springen. Oké, ik ga tot 3 tellen, want ik kan hier echt niet meer blijven. Ik kan hier niet meer blijven. Oké, ik ga erin. En 1... 2. Nee, ik kan niet. Oké, ik ga het nog een keer. 1. 2. 3. Huh? Waar ben ik nou? Ben ik nou juist in de storm beland? Oh nee, hè? En wat zie ik er anders uit? Help! Help! Ik moet weg van hier. Hé, ik zie daar iemand. Misschien kan zij me helpen. Hallo? Waarom ben ik hier? We moeten weg van hier. We zitten midden in een storm. Rustig nou maar, Michelle. Je hoeft niet bang te zijn. Jezus, onze superheld, zat ook een keer midden in een storm. Ja, dat klopt. Ik was op zoek naar dat verhaal. Nou, Michelle, maak je maar geen zorgen. Ik ga jou het verhaal vertellen. Jezus en zijn discipelen moesten het meer oversteken. Jezus stapte in de boot en ging met zijn leerlingen naar de overkant van het meer. Terwijl zij overvoeren, stak er plotseling een hevige storm op. De golven waren zo hoog dat ze over de boot sloegen. Oh nee, hè? En wat gebeurde er toen? Nou, Michelle, Jezus lag midden in de storm te slapen. De leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Heren, schreeuwden ze, red ons, wij vergaan. Jezus zei, waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie zo weinig vertrouwen? Hij ging staan en zei tegen de wind en de golven dat zij moesten ophouden. En het werd doodstil. Wauw, heeft Jezus dat echt gedaan? Ja, Michelle, inderdaad. En de leerlingen waren net zo verbaasd als jij. De leerlingen wisten niet wat ze zagen. Wie is hij toch? Vroegen zij zich af. Zelfs de wind en de golven doen wat hij zegt. Wat was dat toch een geweldig verhaal? Ik wil het graag aan al mijn vrienden en vriendinnen vertellen. Ja, dat moet je zeker doen. Laten we nou maar snel aan iedereen vertellen hoe groot en machtig onze superheld is. En kinderen, wat vonden jullie van het verhaal? Vonden jullie het net zo geweldig als ons? Ik denk het wel hoor, Michelle. Ik denk het ook. We kunnen echt heel veel leren uit dit verhaal. Ja. De discipelen die midden in de storm zaten, waren hartstikke bang. Jezus gaf toen aan de discipelen dat ze weinig vertrouwen hadden. De storm waarin Jezus en de leerlingen zich bevonden, kunnen we vergelijken met vervelende situaties die wij meemaken in het leven. Door deze vervelende situaties kunnen we makkelijk in paniek raken en bang worden. Net als Michelle die in paniek raakte zo net toen ze midden in de storm belandde, hier kunnen wij leren dat wij niet bang hoeven te zijn. Wij moeten leren om op Jezus te vertrouwen in alle stormen die wij meemaken. Ja kinderen, we moeten dit nooit vergeten. En vergeet niet, dit verhaal staat in Matteüs 8 vers 23 tot en met 27. Maar helaas moeten we wel weer vandoor nu. Maar we zien jullie wel de volgende keer. Dag kinderen! Dag jongens en meisjes.
Mijn naam is Sabit Lenoy. En vandaag ga ik jullie een paar super bijbelfeiten vertellen. Maar voor ik begin in degene van deze week, gaan we eerst terug naar vorige week. Want vorige week spraken we over de wonderbaarlijke visvangst. En ik zei toch een paar feiten over vissers. Herinner je nog steeds waarom vissers 's nachts vissen? Geef jullie een paar seconden. Als je hebt gezegd, omdat 's nachts is beter om te vissen, omdat de netten dan minder zichtbaar zijn, heb je helemaal gelijk. Weet jullie nog steeds? De netten waren uit linnen gemaakt. En linnen, weet je kan linnen zien. En de vissen gaan niet gewoon in een net zwemmen. Dus als je 's nachts vist, dan kunnen vissen de netten niet zien en dan kan je meer vissen vangen. Nou, het volgende feit ging over de meer van Genesaret. Nou, waarom was het meer van Genesaret belangrijk? Ik geef jullie een paar seconden om na te denken. Als jij zei omdat in en rondom het meer heel veel wonderen waren gebeurd, heb je helemaal gelijk. Er waren heel veel wonderen in het meer van Genesaret, ook al het meer van Galilea genoemd. Zoals het voeden van 5000 mensen en het lopen op water en de wonderbaarlijke visvangst en het stillen van de storm. En daarover praten we deze week. Van deze week gaat het over hoe Jezus de storm heeft gestild. Nou, ik had een paar feiten opgezocht. En ik had gezien dat er een boot heet die de Jezusboot is. Nou, wat is de Jezusboot nou? Wel, het is niet de boot van Jezus. De naam is een beetje raar, maar het is niet de boot van Jezus. Maar het komt wel uit de tijd van Jezus. Dus het boot is niet bevestigd als de boot van Jezus, maar het komt van één na Christus, dat uit de tijd van Jezus is, dus mensen noemen het dan de boot van Jezus. Nou, dit boot is eigenlijk een bewijs dat wat de Bijbel zegt ook waar is, omdat de Bijbel zegt dat er toch veel vissers waren in de meer van Galilea. En zo met de boot kunnen we zien dat er inderdaad vissers waren in die periode. Nou, het boot werd ontdekt in 1986 door twee broers, omdat zij ook vissers waren, waren gewoon het vissen en ze zagen hout. En ze zeiden, wat is dit nou? Toen gingen ze het onderzoeken en het kwam uit dat het een boot was. Dus ze hebben hulp gezocht, ze hebben het uit het water gehaald. En nu staat het in een museum naast het meer van Galilea. Nou, ze hebben het ontdekt omdat het de zeeniveau super laag was. Het was echt super droog in die periode. Dus de zee deed wuh, en dan kon je de boot zien. En het boot bleef in heel goed conditie, omdat het gewoon vol met modder was. En door de modder konden de bacteriën niet naar de hout gaan. Dus daarom is de boot wel degelijk intact. De volgende feit gaat over stormen. Want in het verhaal stilt Jezus de storm. Maar wist je dat wij als mensen ook stormen kunnen verergeren? Het klinkt raar, hè? Want wij, weet je, hoe kunnen wij de weer veranderen? Nou, dat doen we door globale opwarming. Nou, ik ga het eerst uitleggen, want dat is een heel ding in zichzelf. Wat er gebeurd is, we hebben niet goed voor ons aarde gezorgd. Dat is gewoon een feit. We hebben voor heel lang hadden we fabrieken die te veel rook in de heelal hebben uitgestoot. We hebben auto's die te veel rook hebben. We gooien voedsel op straat, we gooien voedsel weg. We gooien plastic in de oceaan. Dat is echt helemaal niet goed. En al deze dingen samen, het is slecht voor ons aarde. En het zorgt ook dat de aarde warmer is geworden. Nou, door deze warmte is het ook warmer gewoon elke dag. Maar de zeeën zijn ook warmer geworden. Nou, orkanen, zoals ik heb gezegd, de storm. De orkanen worden gemaakt wanneer warme lucht en koude lucht met elkaar mengt. Maar omdat de zeeën warmer zijn, krijgen de orkanen meer energie. Dus de orkanen worden erger. En dit is niet goed. Dat willen we helemaal niet. En ook omdat er meer water in de zeeën zijn, omdat alle ijs smelt door de warmte, kunnen er heel meer overstromingen zijn. Dus dit is ook helemaal niet goed. Dus dit is al om te bewijzen dat we voor onze aarde moeten zorgen. We moeten geen voedsel weggooien, we moeten recyclen, we moeten niet te veel water verkwisten. Gewoon alles proberen om voor onze aarde te zorgen. Want God heeft voor ons geschapen en we moeten dan ook voor onze aarde zorgen. Nou, dat waren de twee feiten van deze week. Ik heb gepraat over de Jezusboot die in meer van Galilea werd ontdekt. En ik heb gepraat over de orkanen en hoe we ze erger kunnen maken omdat we niet goed voor onze aarde zorgen. Dus jongens en meisjes, ik wil dit feitdeeltje nu eindigen met een bemoediging om goed voor onze aarde te zorgen, want we moeten onze aarde gezond laten blijven. Dan zie ik jullie dan volgende week. Dag! Door mijn ervaring.
daarin ken ik de kracht van de zee. Maar één ding weet ik zeker, dat God sterker is dan de zee. Dat zegt het vers van vandaag. Zullen we het samen leren? Het is wel een beetje lang, dus wees voorbereid. Het staat in Psalmen 65, 8. Het zegt het volgende. U laat de zee tot kalmte komen. Zowel de bruisen van de golven als het geschreeuw van de wolken. Nog een keer. U laat de zee tot kalmte komen. Zowel de bruisen van de golven als het geschreeuw van de wolken. Zullen we het in stukjes dan zeggen? De eerste zin. U laat de zee tot kalmte komen. Nog een keer. U laat de zee tot kalmte komen. En nu de tweede zin. Zowel de bruisen van de golven. De tweede zin. Zowel de bruisen van de golven. En nu de laatste zin. Als het geschreeuw van de wolken. De laatste zin nog een keer. Als het geschreeuw van de wolken. Oké, nu allemaal bij elkaar. Psalmen 65, 8. En het zegt het volgende. U laat de zee tot kalmte komen, zowel de bruisen van de golven als het geschreeuw van de wolken. Oké, jongens en meisjes, dat was ons vers van vandaag. En ik zie jullie de volgende keer. Dag! Jongens en meisjes, Kids in Actie gaat nu beginnen. Kids in Actie! Kids in Actie! Kids in Actie! Hallo, hallo jongens en meisjes. Ik ben Genesis en vandaag ga ik samen met jullie Kids in Actie doen. We gaan het op een andere manier doen. We gaan vandaag een geheugentest uitvoeren. Ja, je hoort het goed. Geheugentest. Als jullie heel goed hebben opgelet op wat Misha jullie zojuist heeft geleerd, kunnen jullie dit snel en foutloos uitvoeren. En ik weet zeker dat jullie heel goed hebben opgelet. We gaan gelijk beginnen. Zometeen zien jullie heel veel woordjes, cijfertjes, plaatjes, allemaal door elkaar. Het klopt eigenlijk niet. Je denkt, hè, wat is dit? Maar ik geef jullie alvast een tip mee. Het is makkelijk als je denkt aan de Bijbel, want het is een Bijbelvers. En hoe begint een Bijbelvers? Altijd het boek uit de Bijbel, hoofdstuk en versnummer. Dat is een hele grote en belangrijke tip, dus je weet eigenlijk al hoe je moet beginnen. En als jullie hebben opgelet op wat jullie net hebben geleerd van Misha, dan is het nog makkelijker. Laten we gelijk beginnen. Roep ook iemand erbij en pak eigenlijk een pen, een papier, iets om mee te schrijven, zodat je dit heel makkelijk uit kan puzzelen. We gaan het samen doen. Ben je er klaar voor? Let's go! Ik snap er niks van. Snappen jullie dit? Ik zie allemaal woordjes door elkaar. Een boze wolk met weerlicht en regen. Ik zie daar een hoge golf. Die lijkt op een onrustige zee. Ik zie ook cijfer nummer 8. Nummer 65. Ik zie een schreeuwende mevrouw. Telefoontje. Een boot. Wat moet dit allemaal betekenen? We gaan het samen ontcijferen. Herinneren jullie nog wat ik zojuist heb gezegd? Ik heb jullie een hele belangrijke tip gegeven. Eigenlijk twee. Ik zei, als jullie goed hebben opgelet op wat Misha zojuist zei. Dus denk heel hard, nou wat zei Misha ook alweer? En ik zei ook dat het een Bijbelvers is. Dat maakt het makkelijker. Welk Bijbelvers is dit nou? Dat gaan we nu ontcijferen. Eerste tip wat ik gaf is, het begint altijd met een boek uit de Bijbel. Hoofdstuknummer. En versnummer. Dus, welk woord zien jullie hier dat op een boek van de Bijbel lijkt? U laat? Dat lijkt me niet. Als het geschreeuw? Nee. Wolken? Ook niet. Psalmen! Ja, psalmen. Dat is hem. Dat is het woord. Oké, daar begint het mee. Psalmen.
En nu, hoe ziet een hoofdstuk altijd eruit? Dat is altijd een nummer, oké? En achter het nummer staat altijd een dubbele punt en dan de versnummer. Oké, dus, Psalmen 8? Nee, dat dacht ik niet. Want dan komt 65 helemaal achteraan geplakt en dan gaat het niet kloppen. Psalmen 65, dubbele punt, vers 8. Ik heb het gezegd, dat is hem. Psalmen 65, vers 8. Oké, jullie weten het al. Laten we verder kijken. Psalmen 65, vers 8. U laat de zeeën tot kalmte komen, zowel het bruisen van de golven als het geschreeuw van de wolken. Aha, nu begrijp ik hem. Nu snap ik waar het over ging. Nu snap ik dat lelijke wolkje die zo boos keek. Die mevrouw die aan het schreeuwen was. Die hoge golf. Dat was allemaal onrustig. En David aanbidde God omdat hij dit allemaal tot kalmte laat komen. Wauw, dit is de Bijbelvers van vandaag. En dit is wat jullie als geheugentest hebben uitgevoerd. Wauw, ik ben trots. Ik weet zeker dat jullie deze Bijbelvers niet meer zullen vergeten. Hebben jullie het opgeschreven? Doe dat. Doe dat nu, want je moet het doorvertellen aan anderen. Je moet iedereen vertellen over je superheld Jezus en wat God voor ons allemaal heeft gedaan. Wauw, kinderen. Laten we nu gaan opschrijven. Pak je pen en je laadje erbij. Psalmen 65, vers 8. U laat de zeeën tot kalmte komen, zowel het bruisen van de golven als het geschreeuw van de wolken. Ja, nou heel leuk dat jullie hebben meegekeken. Ik kijk uit naar een volgende dienst en ik hoop dat jullie ook. Niet vergeten om dit door te vertellen. Ik blijf het herhalen. Vertel het door, vertel het door, vertel het aan een ander. Kennen jullie die nog? Oké, we gaan iedereen vertellen over de Bijbelversjes die wij hebben geleerd. Niet vergeten allemaal. Nou, veel plezier met de rest van de dienst en tot de volgende. Doei! Oef. Nou kinderen, we zijn aan het einde gekomen van onze dienst. We gingen door een vreselijke storm, zoals je kunt zien. Ik ben gewoon kletsnat geworden en ik was, om eerlijk te zijn, ook hartstikke bang. Maar toen heeft Jezus ons herinnerd dat als we met hem zijn, we niets bang voor hoeven te zijn eigenlijk. En we kunnen gewoon op hem vertrouwen. En dus voor het verhaal van vandaag kunnen we een paar belangrijke lessen leren. En deze moeten we niet vergeten. Dus pak je pen, pak je papier, want het is tijd voor de vergeet me nietjes. Nou, de eerste, die is simpel. Niets is onmogelijk voor Jezus. Ja, zoals je kunt zien vandaag, zelfs de wind en het water gehoorzamen hem. Ik bedoel gewoon, niks is onmogelijk voor hem. En de tweede, die is, wees niet bang en vertrouw op Jezus. Dus wees niet bang en vertrouw op hem. In wat voor situatie je ook bevindt, of een storm zoals ik vandaag. Je moet gewoon weten dat als hij met jou bent en jij met hem, dan hoef je niets voor bang te zijn eigenlijk. Nou kinderen, we moeten afsluiten helaas. Maar voordat we afsluiten wil ik eerst even bidden. Dus iedereen handen vouwen en ogen dicht doen, dan gaan we samen bidden. Nou Vader God, dank u wel voor deze dienst van vandaag. Dank u dat we meer van uw woord konden leren. Dank u wel dat we niets voor bang hoeven te zijn en altijd op u kon vertrouwen. En geef ons ook de moed en de kracht om ook op u te vertrouwen in wat voor situatie we ons bevinden. Nou, dit bidden we allemaal in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nou kinderen, volgende week hebben we weer op zondag onze kinderdienst. En vergeet niet om door de week je vergeetmanietjes door te nemen, zodat je ze goed blijft onthouden. Doei! Nou jongens en meisjes, helaas zijn we aan het einde gekomen van de fantastische kinderdienst. Wij hopen dat je veel hebt geleerd en dat je het woord van God in je hart hebt bewaard. Wij wensen jou een gezegende week toe. Tot de volgende keer. Doei!